Hallo en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan wij weer H1 C1 spelen. King of the Kill, Battle Royale, nog meer namen en nog meer namen. Battle Royale, oftewel H1 C1, is gewoon superveel veranderd. De geluiden zijn veranderd, er is een nieuwe game mode bij. Ik vind die game mode niet zo leuk, ik heb hem op YouTube gezien. Maar ik ga liever toch voor deze game mode, gewoon lekker Battle Royale. Hier kan ik niet in. Dat is kloten, want dan moet ik helemaal omlopen. En dan. Hallo? Die deur gaat niet open. Oh mijn god. Oh, deze is ook dicht. Begint alweer lekker. Is de achterdeur open? Nee, natuurlijk niet. Het gaat goed, jongen. Oké, er is iemand in dit huis. Ik hoorde iets. Oké, ik ren wel gewoon weg. Dat is misschien wel het slimste idee. Ah! Schrok mij helemaal de pleuris. Pak je geweer. Kut. Ik kan niet omgaan met zo'n geweer. Het gaat zo en dan gaat het heel zo langzaam. Ik heb wel één keer geraakt, zo te zien. Maar hij had mij al heel vaak geraakt. Dus ook die hitmarkers zijn ook nieuw. Je ziet nu elke kogel wat raakt in plaats van gewoon één streep. Dus dat is ook wel weer leuk gedaan. Ik zie jullie bij het volgende potje. Tot zo. Oké, daar zijn we dan bij het volgende potje aangekomen. En ik denk dat ik daar zo bij... Oh, daar zitten huizen. Niet caravans bedoel ik. Daar zie ik een speler bovenaan. Dus ik hoop niet dat hij hier naartoe gaat. Maar anders kijk ik wel waar ik anders naartoe ga. Ik zie nog geen mensen. Oké, hier zit niks. Ik heb jullie tegen jullie genogen. Oké, dat is hartstikke mooi. Iedereen wist namelijk dat daar niks was, maar ik ben weer zo dom om daar wel te gaan landen, want ik dacht dat er wel wat was. Okay, ik hoor daar schoten vandaan komen. Dus ik moet een beetje uitkijken, die staan nu erg in het open. Ik ga er gewoon naartoe. Boeit mij dat nou? Ik weet niet of het van binnen kwam, anders ben ik nu dood. Oké, ik ben dood. Ja. Dat is kut. Jammer. In ieder geval tot het volgende potje. Ik ben hier onwijs slecht. Ik moet er een beetje inkomen. Ik heb lang dit spel niet gespeeld. De eerste keer deed hij het niet toen die wou niet wou opstarten. Want het was een update. Dus ik ging de Try Not To Laugh challenge doen. Dus ik heb niet zoveel gespeeld. Ik kom nu een beetje in. En ik hoop dat ik dit potje, het volgende potje wat beter ga doen. Oké, daar zijn we weer bij het volgende potje. Ik zie daar een heel mooi stadje en daar gaan we naartoe, denk ik. Weet je wat, ik ga daar zo naar die caravans, daar zo naast het stadje. Misschien is dat wat handiger dan in de stad. Want het is, ja, het is eigenlijk een dorp volgens mij. Het is niet eens een stad, het is een dorp. Dorp. Oké, let's go in the camper. Caravan. Is het? Het is een caravan. Oké, we hebben AR. We hebben nog meer AR-kogels. Begint goed. Was dat een rugzak? Ja, dat was een rugzak. Oké, we hebben een klein geweertje. Dat is ook mooi. We hebben nog een rugzak. Oké, reload the gun. We hebben een betere rugzak. En we hebben een t-shirt. En we hebben... nog meer geweer. Lukt maar. Oké, laten we maar even gaan jagen op wat mensen... Ik heb alles nu al gehad, denk ik zo. Revolver heb je niet nodig. Hier is ook echt niemand. Dus dat is... Oh mijn god. Ik ben de beste speler ooit. Niet waar trouwens. Oké, mijn helm is kapot, dus ik zet even een nieuw op. Oké, deze... Ik moet wat... Wat gaan bandages gaan maken. Oh, kut. Ik heb er eentje gechopt. Gedropt heb ik er één. Want mijn bloeden gaat niet over. Dat is irritant. Oh, nu is hij over. Oké. Dan moet ik maar even wat gaan bandages gaan maken.
Zodat ik... Oh, ik liet er eentje vallen. En go. Oké, ik zie jullie zo wanneer er weer wat spannends gebeurt. Want bij Age of Sigmar is het lastig met dat spannende dingetjes. Oké, jongens, ik ben nu bij een kampje. En er is niet zo... hier is helemaal niemand geweest, want ik heb al 3 AR's gevonden hier. Dat is zeldzaam bij zo'n kamp. Dus ik ben maar blij dat ik hier even ben geweest. Ik heb superveel kogels nu. De dream. Ja, dat is gewoon lekker. En dan ga ik zo even wat... wat bennetjes maken. Doe ik even. En we zijn trouwens heel dichtbij de 100 abonnees. Voor degene die mijn ARK video niet heeft gezien. Dat heb ik ook al daarin gezegd. Ik ben daar echt super blij mee. Ga nou even abonneren. Ik heb ze hard nodig. En ik vind het hartstikke leuk als je ze abonneren. Want dan heb ik meer mensen om aan het lachen te krijgen. Hoop ik tenminste. Als je mijn grapjes leuk vindt. Oké, is de cirkel gezet? Ja, we moeten naar het noord... Nooit op zondag werken. Dus naar het noordwesten. Oké. En dan gaan we maar rijden. Ja, meer kunnen we niet echt doen, dus let's go. Kut. Wordt beschoten. Oké. Oké, hij is daar zo ergens. Ik heb hem! GG. Oh mijn god, hij zei GG. Oh my god, mijn hart gaat tekeer. Oké, dit is niet goed voor mij. Oké, let's go. Gewoon naar... ik ga naar het noordwesten. Oh my god, ik zag hier water, dus ik stopte. En toen schoot er iemand op me. En toen dacht ik... Kut. En hij had me al een keer geraakt in mijn hoofdje, want mijn helm was kapot. Heb ik een nieuwe helm trouwens? Ja. Oké, die kan ik nu niet opzetten. Kut. Oké. We gaan maar naar het noordwesten toe en ik zie jullie dan weer zo als er weer wat spannends gebeurt. Jezus. Schrok me de pleurs. Oké, ik ben hier zo bij een meer aangekomen en de cirkel is aan de andere kant van het meer. Maar ik vind het een beetje te riskant om er doorheen te gaan, dus ik ga er omheen. Daar is een brug, dus dat is hier zo. Dus dat is mooi. Dus dan kan ik, gelukkig kan ik dan er gewoon omheen rijden. Even kijken. Even denken hoor, hier is de weg. Hoe kom ik daar op? Even om deze hekjes heen. En het denkt dan zo. Oké. Oké, ik kan hier doorheen. Dat is mooi. Dit herinner ik me nog wel. Dit is een bekende plek. Hier ben ik dood gegaan en dat is niet zo mooi. Oh ja, dat was daar bij die Fatia. Oh my god. Ik zit in de goede cirkel, dus ik ga, denk ik, mijn auto hier parkeren. Die stop ik even hier. Oké. Ik ga hier even pauzeren, want mijn helm is kapot, dus die ga ik er. Oh my god, dat was een auto. Of een squad. Een quad of een auto, dat... Oké, daar gaat een auto. Oké, ik laat mijn auto hier gewoon staan. Boeit me niet echt heel veel. Want ik vind op de voet vind ik veel belangrijker dan met een auto. Want je wordt zo gezien met een auto. Oké, ik hoor daar schoten vandaan komen. Ik ga erop af. Misschien niet zo heel goed idee. Ik hoor het vanaf mijn auto.
Ik denk dat mijn auto kapot is aan het schieten is. Oké, ik ga kijken. Nee, hij is er niet. Oh, daar is een auto. Ik weet niet of hij deze kant op komt. Hij komt nu wel deze kant op. Oké, hij komt via de brug. Laten we hem opwachten. Oké, hij is er niet. Waar ging hij heen? Ik denk dat hij daar een beetje aan het kloten is. Ik weet niet wat te doen. Oké, ik zit nog steeds in de cirkel, dus ik hoor wel schoten, maar ik zie ze niet. Dus het is misschien een beetje, ja, een beetje raar eigenlijk. Ik zit best op een kutplek eigenlijk ook. Ik zie die auto ook niet meer. Ik wil eigenlijk naar die huizen daar zo. Daar. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Dat ik daar gewoon naar af rij met deze auto. En dan gewoon uitstap en gewoon in een huis stap. Dat ga ik doen. Oké, let's go. Oké, ik ga hier de poort in. De poort, ja. Oké. Ik verstop me hier even. Oké, ik hoorde wat. Oh mijn god, hij stond er bovenop. Hij stond gewoon op het huis. Cheater, zegt hij. Ik schoot er gewoon. Ja, hij zag me eigenlijk gewoon niet. Ik heb eigenlijk ook best wel geluk dat hij me niet zag. Jezus. Oké, ik heb 710 kogels van mijn AR. Misschien iets te veel. Misschien, ik denk dat ik er 300 weggooi. Dus ik heb er nu 300 weggegooid. Drop. Oké, laat maar. Ik kan dat niet. Oké, laat ik mijn AR ook even reloaden. Mijn shotgun reloaden. En dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Oké, ik moet nog een beetje naar het noorden toe. Dus dat gaan wij doen. Hier zit geen sparkplugs meer in. Maar in die auto wel, want dat is mijn auto. Dus ik denk dat ik daar gewoon instap en gewoon raar ga rijden. Hoppatee, gewoon een weg hier. Ik denk dat ik helemaal naar het einde van de van dit dorpje ga. Volgens mij is dit wel een stad, maar dat maakt niet uit. Oké, ik ga. Kut, ja, dat was wel te verwachten. Ik had wel verwacht dat er iemand zou zijn, maar niet dat daar iemand zou zijn. Hij is dood. Jammer. Ik heb wel 3 mensen gekild, dat is iets. Dus ik zie jullie bij het volgende potje. Hallo en welkom bij het volgende potje. Het is ook wel het laatste potje, want dat heb ik net besloten. Ik zie daar 2 mensen en die gaan hier naartoe. Ja. Oké, we gaan een battle houden. Als ik nu dood ga, is het nog niet het laatste potje. Dat zeg ik dan wel even. Oké, ik ga hierin. Kom op, geweer. Geweer, geweer, geweer. Dat meen je. Ik ga hier niet dood. Oké, ik wil hier niet dood. Ik wil hier niet dood. Doe alsjeblieft niet deze deur open. Hij schiet met de aarde.
Kwak. Oké, ik moet hem hebben. Ah! Fuck this shit. Oké, ik ben dood. Ja, dat was gewoon een beetje eigenlijk rustig aan zich. Oké, het is eindelijk stil. We gaan nog één potje doen, omdat dit potje heel snel ging en ik was gewoon dom om daar te gaan landen. Dus ik zie jullie bij het volgende potje. Oké, dit is dan wel echt het laatste potje. Als ik nu ook weer dood ga, dan is het wel ook weer het, gewoon het laatste potje. Waar ga ik naartoe? Ik heb echt geen flauw idee waar ik naartoe ga. Goed begin. Opsakee. Awesome. Ergens in het bos. Lekker. Oké, ik ben hier geland. Geen idee waar dit is. E7. Waar is dat? E7. Oké, dat is hier op de berg. Als ik hier naar beneden ga, kom ik bij het water. Ik ga daar wel naartoe. Ik heb echt geen idee wat er met mij aan de hand is, maar hier ben ik gespawnd en ik wil hier nooit meer spawnen, alsjeblieft. Oké, jongens, ik ben nu al een beetje een tijdje aan het lopen met mijn verrekijker, een beetje rond aan het zoeken en ik zie daar caravans. Hopen dat daar niemand is. Oké, ik kan niet zien of de deuren open staan of niet. Er is iemand. Oké, ik hoop dat hij gewoon een geweer laat liggen voor mij. Zodat ik wel wat kan gebruiken. Oké, hij is weg met de auto. Oké, let's go. Oké. Niks hier. Een shotgun zonder kogels. Een geweer, ja. Found him. Oké, nice. Voor de rest, niks. Dus ik heb een geweer. Dat is al een goed begin. Ik heb een shotgun. Zonder kogels. Oké, even kijken. Waar gaan we naartoe? Ik zit nu in de cirkel, dus we kunnen een beetje naar het... Misschien naar die stad. Het zou wel echt heel erg... Ik word beschoten, maar ik weet niet van waar. Maar van daar. Oké, ik kan niet richten en hij ook niet, dus we gaan wel gewoon weg. Ah nee. Oh, ik had hem twee keer. Ik had hem echt vol twee keer. 33 HP. Als ik hem nog één keer had geraakt. Ik zat zo goed te richten. Hij kon gewoon niet richten. Oh, met zijn AR. Fuck, ik had me al lang dood moeten hebben. Dat vond ik wel een hele leuke. Echt waar. We stonden echt heel goed te richten. Ik zat echt precies bij hem. Ze landden echt precies bij zijn voeten ook steeds. Dat zag je ook echt. Wauw. Dat was wel een leuk schietgevecht eigenlijk. Heel langzaam, maar ook heel perfect. Als jullie hebben genoten van deze video, laat dan een like achter. Abonneer op mijn kanaal, we zijn bijna bij de 100 en daar is hij. En ik hoop dat hij het ver gaat schoppen. Hij kan niet echt schieten, maar dat maakt niet uit. Ik trouwens ook niet hoor, maar dat maakt niet uit. Ik had hem ook al dood kunnen hebben, daar niet van. Ik zie jullie bij de volgende video. Doei!